Wat ik het leuk vind van urban sketching is dat je anders gaat kijken naar de dingen. Echt aandachtiger gaat kijken en je dan ook vaak de verhalen erachter hoort. En natuurlijk een eigen impressie is van wat het is. Een foto is heel makkelijk gemaakt. Zonder na te denken maak je een foto. Dan ben je het eigenlijk ook weer sneller kwijt. En door te tekenen dan kijk je heel aandachtig en ja, je geeft toch een andere beleving. Een sketchcrawl is dat je met een groep mensen ergens afspreekt. Iemand organiseert het en zoekt een mooie plek uit en daar ga je dan met z'n allen tekenen. Dus dat kan, hier in Tilburg heb ik het in de Lokhal gedaan en bij het Natuurmuseum. Maar dat kan dus ook zoals hier vandaag in de Piershaven kan het ook. De ene is heel precies en nauwkeurig met een pennetje aan tekenen en de ander zet het heel snel en ruw op met waterverf. Dus dat is wel, daar zit een heel groot verschil in. En het leuke is als er een sketchcrawl is, met name als er wat kleinere ruimte is of een kleinere plek, dat je veel dezelfde plekken terugziet, maar toch op totaal verschillende manieren getekend. En ben je op deze manier de stad opnieuw aan het herontdekken? Ja, ik ben ook wel heel erg aan het zoeken naar plekken dat ik denk van, dit is ook wel leuk en dat wil ik ook wel een keer tekenen. En het grappige is dat als je ergens zit, een mooie locatie, dat vaak mensen ook al naar je toe komen vertellen wat dat gebouw dan is. Dus dan leer je eigenlijk je eigen stad ook op een nieuwe manier kennen. Veel mensen vinden het toch vaak leuk en gaan dan toch vertellen, vooral vaak oudere mensen ook, die dan de geschiedenis van een pand weten. En dat is wel dat is heel leuk. Ik denk dat ook wel een beetje de romantiek ervan is inderdaad, om gewoon weer te kijken. Je kan alles natuurlijk op internet vinden en overal alle plaatjes naar gaan tekenen, maar om echt op locatie te zitten. En om die herinnering erbij te hebben, maak het toch anders. Je hebt het koud of je hebt het lekker warm of je hebt er een biertje bij. En dat heb je, als je thuis zit, dan mis je dat eigenlijk allemaal. Hele grote organisatie geworden inmiddels inderdaad. Met heel veel steden hebben wel een eigen afdeling. En er zijn ook internationale schetsdagen inderdaad. Zo dit jaar was het in Amsterdam inderdaad. En dan komt iedereen uit de hele wereld komt bij elkaar. Volgend jaar is het in Hongkong. En ik ken al mensen die daar ook al naartoe gaan vanuit Nederland om daar dan weer te gaan tekenen met elkaar. Ik heb zelf een aantal keren hier in Tilburg iets georganiseerd. Daar komen er uiteraard mensen uit Tilburg en de bos en omgeving. Maar zat toen ook in Rotterdam aan bij. Anderzijds ben ik toen weer een keer naar Rotterdam geweest om daar te tekenen. Dus iedereen probeert het al zo actief mogelijk te houden. Ik heb zelf wel een fascinatie met het verleden en het geschiedenis. Dus ik vind het zelf heel erg interessant om oude gebouwen, oude boten na te tekenen. Maar ook bijvoorbeeld verval van gebouwen. Dus gebouwen die overwoekerd zijn en waar graffiti op staan. Dat vind ik wel heel interessant. Dus eigenlijk gebouwen met een geschiedenis, een zichtbare geschiedenis. De spoorzone is heel erg in opkomst. Daar heb ik ook veel getekend. Ik teken ook wanneer het me uitkomt. Dus ik heb bijvoorbeeld stoom, de wagon, de koffiewagon in de spoorzone heb ik heel vaak getekend van heel veel kanten. Dat is dan ook alweer grappig. Ik ben illustrator en animator en ik maak eigenlijk het grootste deel van mijn tijd maak ik animaties voor organisaties en musea. Met een computer kan je natuurlijk oneindig vaak terug en het verbeteren. En als je een fout maakt in je schetsboek, dan moet je maar zien wat je daar mee doet. Dus toch een andere manier van werken. Heeft het ook meer charme dan? Ik vind het wel. Ik zou nooit digitaal een urban sketch maken. Nee. Het is bij urban sketching wel eigenlijk het idee dat je zo goed mogelijk een gelijkenis geeft met hoe het echt is. Dus je gaat geen gekke elementen toevoegen. Je probeert het wel zo in die zin realistisch mogelijk te houden. Dus je gaat geen regenboog tekenen als die niet te zien was bij wijze van. Is het ook belangrijk bij urban sketching dat het werk ook gedeeld wordt? Ja, delen dat hoort er zeker bij inderdaad. Zowel op de lokale pagina's, veel gebeurt via Facebook. Als op de nationale pagina's. En ja, daar is het toch wel levendig. Op een gegeven moment toch wel positieve feedback op wat er gemaakt is.
Nou, de groepen zijn eigenlijk wel heel erg fanatiek. Het is hier in Tilburg, heb ik twee keer een schetssessie georganiseerd. En ik was eigenlijk wel heel verbaasd dat daar toen gelijk al 12 mensen op afkwamen. En mensen zijn ook heel fanatiek daarin inderdaad. Dus echt samen tekenen, feedback geven op elkaar. Maar dan ook aan het eind gewoon gezellig iets drinken en de tekeningen laten zien. En dat gebeurt eigenlijk in al die groepen gebeurt dat wel. Dat gebeurt vooral veel op Facebook, de communicatie. Dus als je zoekt op Urban Sketching Den Bosch, dan vind je een actieve groep. Dan kan je voor aanmelden en dan kan je zo aanhaken bij elk evenement. Iedereen kan aanhaken, ongeacht wat voor niveau je hebt. Ja. Een van de voornaamste redenen is dat je even helemaal tot rust komt in je hoofd leeg is en je alleen aan het kijken en aan het tekenen bent. Dat is, ik denk, voor veel urban sketchers wel een van de voornaamste dingen om het te doen.